Afgelopen donderdag aan het einde van de middag is er een breuk ontstaan in de waterleiding welke ligt op het bouwterrein Oostweide Heilo. Doordat er allerlei werkzaamheden verricht worden in dit oude industrieterrein is waarschijnlijk de grond verzakt door het gewicht van een bouwkraan. De waterleiding stamt nog uit de beginperiode jaren 60 en is gemaakt van asbest. De medewerkers van PWN hadden het lek gauw gevonden, maar na later bleek was er nog een tweede lek circa 1 meter verderop. Het werd een late avond voor de heren, eer er weer water door de leidingen kon stromen. De leiding is gerepareerd met een mof. Verwacht wordt dat er nog wel meer storingen zullen optreden op deze bouwplaats. De gasleiding bijvoorbeeld zit maar 30 centimeter diep onder de grond.